Als DGA of bestuurder heb je graag alle touwtjes in eigen hand. En als noordelijke nuchteling geloof je niet zo in zachte heelmeesters. Jij bent iemand die waarmaakt wat hij belooft. En hulp heb je niet nodig. Maar wat doe je als het even niet meer gaat? Je bedrijf in een neerwaartse spiraal terechtkomt? Of nog erger, dat je familie aangeeft dat ze het niet meer met je volhouden. Wat doe je dan? Kun je het dan nog steeds alleen? Binnen een bedrijf zegt iedereen wat jij wil horen, want je bent de baas. Wat je nodig hebt, is iemand die kritisch is, de situatie begrijpt en niet terugdeinst voor jouw persoonlijkheid. Executive coaching is geen spiritueel samenzijn. Het is een professioneel en complex vakgebied geworden. Er zit nu wel een verschil tussen wat jij denkt en zegt en wat er binnenkomt bij je toehoorders. Daartussen zit een heel complex knoppenpaneel en allerlei bedrading. Ik kan je inzicht geven in de werking van jouw systeem, maar bovenal kunnen we ook samen in alle veiligheid testen en proberen. Wat zou er gebeuren als je zo nu en dan je volume verlaagt, de klankkleur een beetje bijstelt of luistert naar je eigen weerkaatsing? Zoals je ziet ben ik geen oude grijze man met een bedenkelijke blik. Wel ben ik iemand met bestuurlijke ervaring en specifieke kennis over leiderschap. Als een van de weinige Europees erkende mastercoaches ben ik zeer betrokken bij de noordelijke regio. Mijn naam is Arvid en ik ben executive coach. Dokters maken mensen beter, maar ik maak je nog beter.